Voor de meeste boeren zit het speeddaten erop. En dus is het tijd om de 5 leukste uit te kiezen. Hey. Hey. En? Ook al klaar? Ja. Heb jij haar gezien, de bouwvakter? Ja. Ja? Dat heb ik gezien. Ja, echt? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Zijn die van jou? Ja, deze zijn van mij. Heb je ze al uitgezocht? Ja. Oh. Ja. Nou. Ik leg ze allemaal hier neer. Ja, ik wou zeggen, ik hoop niet dat je stapel wel is, want dan... Nou, dat wordt moeilijk. Ja, dat wordt moeilijk. Zo. Wat zijn ze? Jij hebt geen enkele twijfel? Nee. Geen enkele twijfel. Waarom zij wel en zij niet? Gewoon meer klik op verschillende vlakken. En dan heb je groot contrast tussen meiden die echt bereid zijn, zelfs in het buitenland en ver weg wonen, en meiden met een Zeeuwse achtergrond en een boerenachtergrond. Ja, ze zijn heel verschillend. Ja, dat klopt. Dus die twee uitersten, daarmee ga je een dagje op pad. Ja, dat klopt. Ik hou van tuinieren. Wat tuinieren? En ik breien en weet ik wel. Oh, onkruidwieren. Dat is het lekkerste, denk ik. Ja, ik vind tuin leuk. Ja, maar onkruidwieren of gewoon tuin leuk? Nee, dat je naar de tuin kijkt en vindt het leuk. Alles. Ja, dus ook ik had hovenier moeten worden. Echt? Ja, vind ik leuk. Ideaal. Ik heb altijd onkruid in de tuin. Ik vind helemaal niks. Hey. Zo, was het op je boot? Ja, leuk, joh. Is goed. Ja. En jullie? Zijn we er al uit? Ja. Ja, meen je dat nou? Ja. Ik moet er nog even over nadenken. Hij was zelf een beetje bang dat hij het flirten en het een beetje daten verleerd was. Nou, hij kan het echt wel, hoor. Ja. Kan die het nog? Ja, hij kan dat wel, ja. Oh, wat goed om te horen. Ja. Maar was hij zoals jullie dachten dat hij was? Ja, ja, absoluut. Ja? Ja. Heel relaxed, normaal, vriendelijk, sociaal. Dit zijn er 4 in een... En die 2 zitten dubben. Ja, ten eerste is het... zij is 40, zij is 26, dat scheelt ons. Oh, terug. De oudste en de jongste is hij. Ja. En zij heeft wel echt... ik ben wel heel vrolijk van haar, heel veel energie. Ja, en ik voelde ook bij allebei wel wat, zeg maar. Ja. We vonden hem allemaal heel prettig, echt een fijne man. We zijn allemaal op hetzelfde teruggekomen eigenlijk. Ja. En dat denk ik is ook wel bijzonder. En vond je het ook een lekker ding? Ja, hij deed wel wat met mij. Ik vond het wel echt wat leuk. Deed hij dan? Ja, een fijn gevoel. Ja, het is echt gewoon een hele fijne man. En we zeiden ook wel zo'n beetje zo'n knuffelbeer. Waarvan je al denkt, ik wil wel tegen jou op de bak zitten. Zit er al een tussen waarvan je denkt, nou, dat kan misschien wat worden? Of is dat nog wat te vroeg? Daar zou ik wel een beschuitje mee willen eten. Nee, dat gevoel heb ik nog helemaal niet. Dus meestal heb ik dat in... Meestal kan ik dat in 2 minuten wel bekijken, dus... Oh jee. Ja. Ik hoop dat het groeit. Maar deze 3 zijn echt wel leuke mannen. Ik heb zitten dubben tussen hun, die en die. En deze dan? Want dit zijn er ook 4. Ja, maar die zitten erbij. Maar waarom die dan wel en die dan niet? Ja, dit was ook een hele leuke vrouw, moet ik eerlijk zijn. Tochtie. Ik vind het toch die. Waarom dan? Je vindt haar aantrekkelijk. Ja, maar ik vind het toch die. Oh, wat een lieve hond is het, hè? Goed, hè? En die staat daar braaf te wachten. Ja. Zo'n vrouw moet je eigenlijk ook hebben die zo trouw is.